Laten we dit bestempelen als het kippenveldmoment in de motorclub. Wat niet? Kippenvel van jou. Ah ja. Maar dat is voor straks misschien. Ja. Eerst eens helemaal wijzen. Over tekst gesproken, hè? Mooi, hè? Ja. Mag ik nu kiezen? Oh, jij mag alles. Dan kies jij. Na dit nummer. Ik wil graag nummer 5. Scherm nummer 5. Nee. Dus geef jij misschien weer een punt aan de witte piano, want er zit geen rood scherm meer in deze ronde. Scherm nummer 4. Ik duwt te veel moeten verduren. Ik heb te veel moeten verduren. Of ik heb genoeg van een jaar. En dan? Marco Borsato. Ik leef niet meer van jou, van Marco Borsato. Vanavond ook een extra applausje voor het Notenclub Orkest. En we gaan gewoon door met het applaus, want een puntje erbij voor de ploeg van Miquel. Ja, misschien had ik deze vraag eigenlijk aan Do moeten stellen, die waarschijnlijk alles weet over Marco Borsato. Wij mogen eerst proberen, Do. Het is algemeen geweten natuurlijk dat Marco Borsato vaak voor zijn nummers naar Italië gaat. Ook het nummer waarover we het nu hebben, had al een Italiaanse carrière voor Marco er in Nederland een hit van maakte. Gelukkig heeft hij het nummer niet letterlijk vertaald, of de titel niet letterlijk vertaald. Want hoe zou de titel van dit nummer anders geklonken hebben? Zou dat ooievaar in de wei geweest zijn, hert in de lente of beer in de sneeuw? Knippen. Hoe klinkt dat dan in het Italiaans? Want dat is heel belangrijk voor... Dat ga ik zo dadelijk vertellen. Ja, vita per te. Vita per te. Alleen. Manuel. Die beer die zegt mij niet. Die beer zegt mij niet. Ik denk zeker niet ooievaar. Nee? Ooievaar denk ik. Nee. Dat was het eerste. Dus ooievaar in de wei, hert in de lente of beer in de sneeuw. Maar is dat volgens mij hert in de lente klinkt het meest poëtisch. En ja, veel romantisch. Ja. In het Italiaans. Hert in de lente. Ja? Ja. Hert in de lente, hè? Hert in de lente. We gaan voor het hert. Ja. Ja. Dan. We gaan voor het hert. Ah, wel, dat is zeer goed gedaan. En nu moet ik dan natuurlijk ook nog in het Italiaans gaan uitspreken. In het Italiaans klonk de titel Servo a Primavera. Ah ja, Primavera. Si. Het puntje verdiend voor de ploeg van Miquel. En we gaan meteen naar de volgende zin van 5 woorden. 2 rode schermen weer door. Haha. Gaat helemaal niet goed met mij. We zullen Jan nog eens laten kiezen. Jan? Kunnen we samen slaan? Ja. Oké. Okay. Quattro, por favor, señorita. Nummer 4. Oh, yes. Ik was het niet. Ik ben wel heel veel pech vanavond. Ja, van vanavond. Ja, vind ik ook iedere keer bij de eerste. Dus Danny brengt ongeluk. Okay. Blijf van Danny, hij is mijn vriend. Sorry. Bellen. Nummertje 2. Scherm nummer 2. It takes two. It is een darkroom. Do it to me, man. Indeed, ja. Oh, it, ik weet het niet. Ik weet het niet. Eigenlijk maar, iets van Wham, George Michael, Sir Elton John, Fate, George Michael.
Ja? Yeah? Well, I guess it would be rice. Eat rice. Rice. Ik heb dat ooit gedaan met rice. Nu ga ik dat vandaag ook met rice in. Ik heb dat ooit eens gedaan. En dat hebben ze allemaal aan mij gelachen. Ja? Ja? Is dat gewoon rice? Ik heb ooit een keer gedaan, well, I guess it would be rice. En dat vonden ze zo fantastisch, ik ga dat niet ook. Ik ga niet rice van George Michael. Rice van Faith. Ja. Well, I guess it would be nice. Hey. If I could touch your body, I know not everybody. I got a body like you. Eén, drie of vijf? Eén. Scherm nummer één. Make it easy on yourself. Make it. Nee, dat is. Make it easy on yourself. Make it easy on yourself. Make it easy on yourself. Make it met make. Make. Make it. Don't let make my brother. Tonight's the night we're gonna make it happen. Ja, ja. We hebben vandaag. Bella Perez. En weer bijna een punt voor jullie. Als je mij het laatste rode scherm kan aanwijzen. Win, bijvoorbeeld. Make it wide open. Make it. Drie. Scherm nummer drie. Make it go on. Dude. Make it go on shining. Ja. Ja? En dan gaan we waar naartoe? Make it go. Ah, de Belgische Evergreen. Alle tijden. The way to your heart. Ja. Way to your heart.